Een hele goede middag allemaal. Welkom bij het laatste webinar tijdens de 9e week van Grip op Informatie. Mijn naam is Jeroen Jonkers, ik ben programmamanager bij de VNG. En de komende uur zal ik jullie meenemen in het webinar. Het is het laatste webinar van deze week. Als je nog wel wat wil aanmelden voor een van de webinars, helaas, dan ben je te laat. Maar één voordeel, alle webinars kan je terugzien op kia.pleio.nl. En ook de presentaties worden daar gedeeld. Je kan eventueel nog wel vanmiddag aansluiten, fysiek, bij de Open Donderdag bij het Nationaal Archief. Waar Kees van Westrenen namens de VNG gaat vertellen hoe wij omgaan met leveranciersmanagement. Mocht je vragen hebben tijdens dit webinar, dan kan je ze stellen in de chat. We zullen proberen om die dan zoveel mogelijk te beantwoorden. Mocht je eventueel iets willen plaatsen op sociale media, gebruik dan de hashtag WVGrip. Dat staat voor de afkorting Week van Grip op Informatie. Het komende uur gaan we praten over DUTO, het raamwerk in de praktijk. We hebben daarbij twee onderdelen. Eerst gaat Vincent Post, hij is senior adviseur bij het Nationaal Archief, vertellen over de theorie. Over DUTO, het model. En volgens gaat Jeroen van Os, werkzaam bij de gemeente Rotterdam, vertellen hoe zij in de praktijk daarmee omgaan. Het voordeel is, Vincent zit hier fysiek ook in Den Haag. Dus af en toe gaan we hier met de laptop schuiven en dan komt hij aan het woord. Heel veel plezier allemaal. En Vincent, een hele goede middag. Ik geef jou graag het woord. Bedankt voor de introductie. Welkom allemaal. Ik ga jullie meenemen bij het thema duurzame toegankelijkheid en het DUTO-raamwerk, wat een hulpmiddel is om met dat thema concreet aan de slag te gaan. In deze presentatie gaan Jeroen en ik vier dingen met jullie behandelen. Ten eerste, wat is duurzame toegankelijkheid eigenlijk? Ten tweede, wat heb je er eigenlijk aan? Waarom zou je daar als gemeente of als andere overheidsorganisatie in investeren? Ten derde, hoe ondersteunt het DUTO-raamwerk je daarbij? En ten vierde, hoe ziet dat er in de praktijk uit? En dan neemt Jeroen het stokje van mij over. Wat is de concrete toepassing die hij met de DIMPACT-gemeenten en de gemeente Rotterdam, waar hij het DUTO-raamwerk nu al bij gebruikt heeft? Dus dat is even in de notendop de inhoudsopgave. Dit mogen jullie tijdens het webinar verwachten. Dus ja, dan beginnen we met de vraag, wat is eigenlijk duurzaam toegankelijke overheidsinformatie? Nou, duurzaam toegankelijke overheidsinformatie is een wettelijke term. Het is een term die staat in de wet Open Overheid en dadelijk ook in de nieuwe archiefwet die in voorbereiding is. Is een term die dus al langer bestaat. En om te zeggen dat overheidsinformatie duurzaam toegankelijk is, daarom moet die informatie aan zes kenmerken voldoen. En ik ga jullie nu die kenmerken even daarin meenemen. Het eerste kenmerk is vindbaarheid. Dus als overheidsinformatie duurzaam toegankelijk is, dan moet het, als je daarnaar zoekt, dan moet je het ook zonder heel veel moeite, met een redelijke inspanning van tijd en moeite, moet je het kunnen vinden. Als je daar recht op hebt. Ja, duurzame toegankelijkheid is niet onbeperkt of absoluut. Duurzame toegankelijkheid, dat is altijd binnen het kader van voor wie daar recht op heeft en voor zolang als noodzakelijk. Dus dat is het eerste kenmerk. Als informatie die toegankelijk is, moet vindbaar zijn. Als je het dan kunt vinden, dan moet je er ook bij kunnen. Dus het is niet genoeg om te zeggen van nou, ik weet dat het bestaat. Er is ergens te vinden. Je moet het ook bijvoorbeeld als het gaat om een bestand, moet je het ook kunnen downloaden. En dan moet je het ook daarover kunnen beschikken. Dus dat is het tweede kenmerk, dat is de beschikbaarheid. Het derde is de leesbaarheid. En met leesbaarheid bedoelen we dat als je zo'n bestand hebt gedownload, dat je het dan ook kunt openen. Dat het in een gangbaar formaat is en dat je geen bijzondere noodgrepen hoeft uit te voeren om zo'n bestand op je computer te openen. Dat dat dus bijvoorbeeld zonder heel veel moeite of dat je daar speciaal nog geld voor uit hoeft te geven, gewoon te openen is op jouw computer of anders device. Dat is leesbaarheid. Als je het dan zo'n bestand gevonden hebt, je hebt het kunnen downloaden, je computer kan het ook nog openen, dan is het nog de vraag, snap je het dan ook? Is het interpreteerbaar? Heb je genoeg contextinformatie om zo'n bestand goed te begrijpen, om goed te begrijpen hoe is dat tot stand gekomen, in welke omstandigheden? Wie was erbij betrokken? Wat voor rol hadden die op dat moment? Hoe zag het proces eruit waar ze op dat moment aan deelnamen? Dus dat is de interpreteerbaarheid. Vijfde kenmerk is betrouwbaarheid. Als je zo'n bestand gevonden hebt, je komt erbij, je kunt het openen, je kunt het ook begrijpen, dan moet je er ook van op aankunnen dat de informatie die erin staat juist en volledig is.
dat het een bestand integriteit heeft. En dat je er mag je er dan op vertrouwen dat er geen ongeautoriseerde wijzigingen hebben plaatsgevonden aan dat bestand, waardoor het niet meer integer zou zijn. Dus dat is betrouwbaarheid. Nou, je ziet aan het hangslotje dat er, dat zijn vijf vinkjes die je dan af kunt vinken om te zeggen, nou, dit bestand of deze informatie is dus vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar. En dat is eigenlijk het toegankelijke onderdeel van duurzaam toegankelijk. Nou, dat moet vandaag aan de orde zijn en morgen. En als je nieuwe informatie aanmaakt, dan wil je dat ook over een maand nog kunnen openen en kunnen begrijpen. Maar ook in het geval van bepaalde informatie, ook na verloop van jaren. Ook als collega's vertrokken zijn en je bent overgestapt op een nieuw systeem, dan nog moeten al deze kenmerken van toepassing zijn en gelden voor de informatie. En in het geval van blijvend te bewaren informatie moet dat voor eeuwig zo zijn. Dat is de toekomstbestendigheid. Dat is het zesde kenmerk. En dat is eigenlijk de mate waarin die eerste vijf kenmerken blijvend van toepassing zijn en blijvend aan de orde zijn. Nou, dat is dus in een notendop duurzame toegankelijke overheidsinformatie. Dus zes kenmerken die van toepassing zijn op overheidsinformatie. Vincent, ik zie twee vragen in de chat. Ja. Eerste vraag is van Martin. En die zegt van, is het raamwerk DUTO eigenlijk bedoeld voor gebruik door de archiefvormer, maar ook door de archiefinstelling of archiefsector? Of staat er toch nog een muur tussen archiefinstelling en de archiefvormer? De vraag is, is het bedoeld voor archiefinstellingen of het is bedoeld voor de hele overheid? Dus ook voor archiefvormers, die moeten ook, daarop is duurzame toegankelijkheid ook van toepassing. Die maken overheidsinformatie aan of ontvangen het. En vanaf dat moment is dat een kwestie van duurzame toegankelijkheid. Dus ook informatie die nooit naar een archiefdienst overgebracht wordt, moet duurzaam toegankelijk zijn. Helder. En een andere vraag van Mark. Hij geeft aan, eigenlijk gaat het maar over 5% van de informatie. Moeten we niet veel harder inzetten op het vernietigen van data in het kader van een risicobenadering? Het gaat dus niet om 5% van de informatie. Het gaat eigenlijk meer om 100% van de informatie. Het gaat om alle overheidsinformatie. En ook de informatie die te vernietigen is. En daarom is in het DUTO-raamwerk is een van de processen die daarin uitgewerkt wordt, is ook het vernietigen van overheidsinformatie. En het klinkt misschien tegenstrijdig dat je informatie toegankelijk maakt door het te vernietigen. Maar dit is toch wel het geval. Vernietigen is een wezenlijk onderdeel van informatiebeheer en van het duurzaam toegankelijk maken. Ik zei al, toegankelijkheid is een kwestie van voor wie daar recht op heeft en voor zolang als noodzakelijk. Dat betekent dus ook dat je tijdig vernietigt. Een laatste vraag voor nu, Vincent. Geven jullie als NA ook concrete ondersteuning bij het gebruik van DUTO? Ja, dank voor die vraag. Zeker. We hebben een aantal vormen van praktische ondersteuning. Nu dat het raamwerk dat trouwens, dus 2 weken geleden hebben we het gepubliceerd na een traject van een paar jaar van ontwikkeling. Dus we staan nu in de startblokken met praktische ondersteuning. Zo is er bijvoorbeeld, en dat is 9 juni alweer, zo over een maand. We hebben pas een online inloopspreekuur gehouden. Dat doen we over een paar maanden weer. En dat blijven we dit jaar een aantal keren doen. En bij succes houden we dat vol. Het is mogelijk om advies te krijgen. Dus je kunt het Nationaal Archief mailen en dan advies krijgen. We hebben een koplopersgroep waar organisaties aan deel kunnen nemen. Waarbinnen we in het kader van intervisie ervaringen uitwisselen en eerste gebruikers van het raamwerk bij elkaar brengen. Dit webinar is een vorm van praktische ondersteuning om toch aan de hand van een presentatie inzichtelijk te maken van wat is duurzame toegankelijkheid en hoe kun je dat met het DUTO-raamwerk daaraan aan de weg timmeren. Dus zeker praktische ondersteuning. Nou, dan is hiermee de eerste vraag. Die hebben we getackled. Wat is duurzame toegankelijkheid? Nou, dat zijn dus die 6 kenmerken. Maar wat kun je er nou eigenlijk mee bereiken? Nou, binnen het DUTO-raamwerk kijken we daar vanuit verschillende invalshoeken naar.
En de eerste daarvan is, vanuit de overheid kun je met duto raamwerk werken aan legitimiteit. Dus dat is rechtmatigheid en transparantie van overheidshandelen. Dat betekent dat je als overheid verantwoording af kunt leggen. Betekent als overheid dat je wet en regelgeving na kunt leven. Het gaat om informatiewetten, zoals de wet open overheid en de nieuwe archiefwet dadelijk, maar ook om andere wetten. Dus dat is een van de ingrediënten voor een transparante en betrouwbare overheid is duurzaam toegankelijke overheidsinformatie. Tweede invalshoek is eigenlijk het organisatieperspectief. Vanuit Duto kijken we ook op deze manier naar duurzame toegankelijkheid, want duurzaam toegankelijke overheidsinformatie is een belangrijke wezenlijke grondstof voor een efficiënt presterende overheid. Alle bedrijfsprocessen binnen de overheid draaien op de een of andere manier wel op overheidsinformatie die duurzaam toegankelijk moet zijn. En als je dat goed op orde hebt, als je je informatiebeheer aan de hand van duurzame toegankelijkheid goed ingericht hebt, dan betekent het ook dat je efficiënter kunt werken. Dat betekent dat je betere dienstverlening kunt aanbieden aan burgers. Dat betekent ook dat je je eigen processen soepeler kunt laten verlopen. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld dat woonverzoeken sneller behandeld kunnen worden. En je kunt er ook kosten mee besparen door bijvoorbeeld tijdig te vernietigen. Is het mogelijk om de klimaatlast van dataopslag te verminderen, maar bijvoorbeeld ook het draaien van processen binnen je organisatie te versnellen. Dus dat is een tweede invalshoek. En de derde is eigenlijk, dat is de meerwaarde voor de samenleving. Nou, ten eerste heeft de samenleving, die is al gebaat bij een legitieme, transparante overheid en bij een presterende en efficiënte overheid. En dan is het ook nog eens zo dat duurzaam toegankelijke overheidsinformatie, dat kan hergebruikt worden en op die manier een economische asset vormen. En het kan, en dat benadrukken vanuit het Nationaal Archief natuurlijk ook altijd, een bijdrage leveren aan het beheer en behoud van erfgoed en voor onderzoekers van belang zijn. Dus dat zijn eigenlijk de drie invalshoeken van waaruit wij kijken naar wat is nou de meerwaarde van duurzame toegankelijkheid? En dat gaat dus veel verder dan, oh, maar het staat in de archiefwet en het staat in de wet open overheid. Zelfs als het niet in die wetten stonden, en als die duurzame toegankelijkheid niet als vereiste in de wet was opgenomen, dan nog zou je kunnen zeggen, je moet hier als organisatie op inzetten. Nou, zo brengen wij dat in kaart aan de hand van deze driehoek. En die drie perspectieven, de betrouwbare, de presterende en de open overheid. Nou, dat is een mooi verhaal. We hebben nu neer kunnen zetten, wat is duurzame toegankelijkheid eigenlijk en wat heb je eraan? Dan is de vraag natuurlijk, de hamvraag misschien zelfs, hoe dan? Nou, het Nationaal Archief heeft in samenwerking met het werkveld en onder meer collega's zoals Jeroen van Os, die hier later zijn verhaal gaat doen, een DUTO-raamwerk ontwikkeld. Dat is de opvolger van de DUTO-eisen die al sinds 2016 bestonden. En dat DUTO-raamwerk is een praktisch hulpmiddel om concreet met duurzame toegankelijkheid aan de slag te gaan. Dat is niet het enige. Er was al naar gevraagd en daar is inderdaad, zijn diverse vormen van ondersteuning zijn daarbij beschikbaar. Dus als je met dit raamwerk aan de slag gaat, dan sta je er niet alleen voor en dan kun je ook bij het Nationaal Archief en bij de collega's terecht om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Waar kun je het vinden? Op nationaalarchief.nl/DUTO-raamwerk. Dat is dus het DUTO-raamwerk. Wat is nou de meerwaarde van dat DUTO-raamwerk? Waarom zou je kiezen voor het DUTO-raamwerk om met dit thema duurzame toegankelijkheid aan de slag te gaan? Nou, we hebben daar een aantal gedachten bij. En we hebben bij het ontwikkelen van het raamwerk geprobeerd om een aantal dingen te bereiken. Ten eerste willen we iets hebben dat concreet en uitvoerbaar is. Dat wil dus zeggen dat abstracte begrippen, abstracte kenmerken, zoals het moet vindbaar zijn, overheidsinformatie moet vindbaar en beschikbaar en leesbaar zijn, dat daar aan handen en voeten gegeven worden. Dat hebben we geprobeerd te doen. Daarbij hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk bronnen bij elkaar te brengen. Dus we hebben gewerkt met een breed scala aan wet en regelgeving, dat vatten we samen. En daarbij ook een aantal NEN-ISO-normen en andere kaders en standaarden op dit gebied meegenomen. En we hebben gekozen voor gestructureerde aanpak.
aan de hand van een aantal modellen van informatiebeheer, waarbij we informatiebeheer vormgeven of modelleren aan de hand van 5 DUTO-processen. En dat zijn is de kapstok waar we eigenlijk alles aan ophangen. Daarbij proberen we wel een werkwijze aan te bieden die het voor gebruikers mogelijk maakt om wel passende maatregelen te nemen. In sommige gevallen is het nodig om zware maatregelen te nemen en om een uitvoerige en robuuste werkwijze te kiezen. Een soort Rolls-Royce heb je dan nodig. In andere gevallen kun je met een Fiat Panda kun je ook heel ver komen. Wij laten dat aan de organisatie zelf over, wat zij zelf voor zichzelf passend vinden, wat aansluit bij hun behoeften en de binnen die organisaties passen bestaande situatie. Hè, wat is er al aanwezig binnen de organisatie? Wat is er nodig? Waar liggen de risico's? Waar liggen de kansen? Nou, het DUTO-raamwerk maakt het mogelijk of zelfs noodzakelijk om daarin goed te kijken naar wat binnen de organisatie zelf bestaat en om dus keuzeruimte te bieden voor passende maatregelen. Nou, daarbij richten we ons ook niet alleen op applicaties, software en hardware, maar ook op de organisatie zelf. Dus het is niet alleen een kwestie van, je moet binnen een applicatie, zou je dit op orde moeten hebben of moet je op een bepaalde manier functies zus of zo inrichten. Je moet ook naar organisaties kijken. Zijn er randvoorwaarden aanwezig die nodig zijn om duurzame toegankelijkheid mogelijk te maken? Is er beleid? Is er een PDCA-cyclus ingericht? Dat soort vragen. Dat is ook meegenomen bij het DUTO-raamwerk. Dus we richten ons ook op een brede doelgroep. He, niet alleen op informatieprofessionals, maar ook op mensen die op strategisch niveau met dit soort thema's bezig zijn en die besluiten moeten nemen over dit soort dingen, zonder dat ze zelf elke dag met duurzame toegankelijkheid als thema bezig zijn. Daar willen we het ook mee in gesprek raken. Maar ook bijvoorbeeld collega's die naar de wereld kijken, niet vanuit deze lens, maar bijvoorbeeld omdat ze met security of privacy bezig zijn. Nou. Daar werd al naar gevraagd, het DUTO-raamwerk, dat gooien we niet zomaar over de schutting in de hoop dat het wel opgepakt wordt en dat mensen er wel iets mee doen. Maar we willen het ook praktisch ondersteunen. En dat doen we ook omdat we er zelf heel veel van leren. Het DUTO-raamwerk is niet in beton gegoten, maar is een hulpmiddel dat we ook blijven doorontwikkelen. En we doen dat niet alleen, we doen dat samen met het werkveld. Dat hebben we van meet af aan gedaan. Het is een open standaard die breed gebruikt kan worden en die ook samen met collega's, ook uit de gemeente, ook uit de provincies, ook uit het Rijk, ontwikkeld is. Ze hebben bijvoorbeeld in oktober vorig jaar een openbare review georganiseerd, waaraan 30 organisaties deelgenomen hebben. Die hebben in totaal bijna 900 opmerkingen gemaakt. Die hebben allemaal meegenomen voordat de op dit moment even definitieve, voorlopig definitieve versie gepubliceerd werd. Dus dat is in een notendop de manier waarop wij het DUTO-raamwerk benaderen en wat we daarmee willen neerzetten. Nou, wat staat er nou in dat DUTO-raamwerk? Nou, het DUTO-raamwerk valt uit 1 en 2 delen. Eén deel dat noemen wij, zien wij als het theoretisch deel. En dat werkt in 2 modules eigenlijk het wat en het waarom van duurzame toegankelijkheid uit. Nou, komt dat overeen met de eerste 2 delen van deze presentatie. Wat is duurzame toegankelijkheid nou en waarom zou je eraan moeten werken? Nou, dan is het tweede deel, dat is de hoe dan vraag. Daar hebben we een praktisch ontwerpstelsel noemen we dat. Dat is een systematische methodiek om binnen informatiesystemen van de overheid duurzame toegankelijkheid in te richten aan de hand van modeleisen en randvoorwaarden. En informatiesysteem, dat is een term die we altijd breed gebruiken. Daarbij hebben we het niet alleen over een applicatie of een geheel aan applicaties, software en hardware, maar ook over de mensen die daar gebruik van maken en de processen die ze daarvoor gebruiken. Dus we hebben daar expliciet een brede definitie bij gebruikt. Nou, wat kun je dan met dat DUTO-raamwerk? Nou, als je binnen de overheid bezig bent met het thema duurzame toegankelijkheid, dan ben je altijd aan het schaken op meerdere borden. Je bent bezig met draagvlak te verwerken.
te verwerven. Je wilt het gesprek aangaan. Je bent aan het nadenken over wat hebben we eigenlijk nodig? Wat zijn de risico's en de kansen? En je bent al aan het nadenken over oh, misschien ben je een nieuwe applicatie aan het inrichten. Nou, dat zijn allemaal onderdelen van het pad naar duurzame toegankelijkheid die het Nationaal Archief of die het DUTO-raamwerk ondersteunt. Hè, dus met het DUTO-raamwerk kun je het gesprek aangaan binnen je organisatie op basis van die modules die het wat en het waarom bespreken. Je kunt passende maatregelen treffen. Je moet altijd een vertaalslag maken naar wat is er nou bij ons nodig? Wat zijn onze behoeften? Wat sluit er bij ons aan? Wij kunnen dat vanuit het DITO-raamwerk niet één op één voorschrijven en daarin heel strak zeggen van nou zo moet je het allemaal doen. Je moet zelf die vertaalslag maken, daar bieden we wel de handvatten bij. Wat zou je daarin als overwegingen mee moeten nemen? En ten laatste, en daar gaat Jeroen dadelijk wat meer over vertellen, kunt aan de hand van die modeleisen en die handvoorwaarden kun je informatiesystemen inrichten of bestaande systemen toetsen. In kaart brengen van nou, hoe staan we er nou voor met duurzame toegankelijkheid? Het Nationaal Archief biedt hierbij de praktische ondersteuning. Dat is al genoemd. Hè? Digitaal inloopspreekuur, dat zijn allemaal dingen die we via KIA aan de wereld kenbaar maken. Dus maak daar vooral gebruik van. Dus ja, dat is het derde deel van de presentatie. En dan gaat nu Jeroen het stokje overnemen. Ja, en voordat we dan naar Jeroen Verhofs gaan van de gemeente Rotterdam, gaan we eerst nog een aantal vragen even inbrengen, Vincent. Ja. Een van die vragen is van Tom. En die geeft aan, is het DUTO-raamwerk niet gewoon grotendeels een vertaling van de NEN ISO 16175? En wat bevat het zodoende de minimale functionele eisen voor een archiefbeherende applicatie? We hebben bij het ontwikkelen van het DITO-raamwerk zeer actief gebruik gemaakt van de NEN ISO-norm 16175. Heel veel, maar niet alle modeleisen zijn bijvoorbeeld uit die 16175 gehaald. Maar we hebben ook van andere NEN-normen gebruik gemaakt, bijvoorbeeld de 15489, om na te denken over wat zijn de modellen die we gebruiken. Dus het is zeker hè, de 16175, als je daarmee bekend bent, dan zul je dit goed herkennen. Maar er is ook wel meer toegevoegd aan het DUTO-raamwerk, zoals randvoorwaarden, zoals praktische ondersteuning. Ook bijvoorbeeld een doorvertaling naar architectuur. Dus het DUTO-raamwerk wordt door 15 architectuurplaten ondersteund. Dus voor architecten is het ook een herkenbaar verhaal. En dat zijn allemaal elementen die je niet per se van zichzelf in de 16175 terugvindt. Ik hoor je ook al zeggen, Vincent, verschillende velden. In het antwoord stel ik de vraag in de chat. Worden de werkvelden informatieveiligheid en privacy ook betrokken en actief benaderd om bekend te raken met dat DUTO-raamwerk? Ja, dat zeker. Dat is natuurlijk ook. Dit is een hulpmiddel om ook binnen organisaties, informatiebeheerders en mensen die met informatiehuishouding bezig zijn, om die in staat te stellen om ook met mensen die met informatiebeveiliging of privacy bezig zijn, om daarmee in gesprek te gaan. En vast te stellen van hoe is DUTO complementair aan behoeften op het gebied van privacy en security. Dus dit is daar zeker een hulpmiddel ook. En die overlap wordt ook binnen het raamwerk wel aangegeven. In het kader van nog meer raakvlakken met andere domeinen, vraagt Jantine. Is er ook gekeken dan naar de wet hergebruik van overheidsinformatie, de WHO, en de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer? Ja, ook die wetten zijn meegenomen. Er staat binnen het DITO-raamwerk staat ergens een blokje, of er is een module geraadpleegd bronnen, en daar staan deze twee teksten ook in. Dus dat zijn ook teksten die we meegenomen hebben. Dus ja, zonder meer. Nou, positief is, de vragen blijven maar komen in de chat. Ik stel voor om nog één vraag nu oppakken. En dat we daarna het verhaal van Jeroen gaan. Dan later misschien wel terugkomen op een paar openstaande vragen. Maar Martin, die geeft aan van het raamwerk DUTO staat ook op de website van het NA. En toch vraagt de rol, zou er niet iets voor kunnen komen als een papieren uitgave van het raamwerk, voorzien van handige tips en trucs om mooi in je, daar staat niet bij, maar wel mooi in je boekenkast te zetten? Ik ben zelf ook een boekenliefhebber, dus ik zou dat wel mooi vinden. Dat is op dit moment niet de planning om een boek uit te geven. Wat wel zo is, is dat alle kennisproducten die op de website van het NA staan, daar wordt een printversie van aangeboden, zodat je het zelf uit kunt printen
En ja, dan netjes inbinden en in je boekenkast zetten. Dus dat is wat we op dit moment bieden. Dank je, Vincent. Dank voor het verhaal. Misschien komen we straks wel terug bij Vincent voor een aanstaand al openstaande vragen. En zoals Vincent aangaf, gaan we nu naar Jeroen van Os van de gemeente Rotterdam. Om te kijken in welke mate dat het ook in de praktijk gebracht is, het Duto-raamwerk. Jeroen, een hele goede middag. Dankjewel, Jeroen. Goedemiddag ook allemaal. Ik zou zeggen, als je dit als boek uitgeeft, ik zou het naar een printservice sturen, dan wil ik wel dat het ook meteen goud op snee uitgegeven wordt. Ik kan alvast een spoiler alert geven, wij hebben het getoetst. En ook gewoon eigenlijk al ruim voordat het klaar was toegepast. En wij vinden, de werkgroep informatie weer van Dimpact en wij bij de gemeente Rotterdam, dat het een heel goed instrument is. Dat kan ik alvast zeggen. Maar waarom? Dat ga ik jullie even vertellen in deze concrete casus. Die casus waar we het hebben toegepast, heeft vooral betrekking op het derde toepassingsgebied, wat Vincent noemde, en dat is het inrichten, eigenlijk bouwen van informatiesystemen en ook meteen het toetsen tijdens de bouw van en het ontwerp van het informatiesysteem. Zeg maar informatie weer by design in de praktijk. Daar hebben wij toegepast. En wat was die casus dan? Wat is het? Want we zijn er nog volop mee bezig. Dat is de vervanging van het zaaksysteem, de e-suite. Veel gemeentes zullen dat wel kennen. Het is een, zeg maar, het wordt ondersteund door de vereniging Dimpact, een club waar ruim 40 gemeentes bij zijn aangesloten. En die gemeentes delen een heel palet van applicaties. En eentje daarvan is de e-suite. Die wordt vervangen en wel zodanig vervangen dat het helemaal in het Common Ground landschap wordt vertaald. Dus dat betekent dat we niet één applicatie hebben, maar een heel samenstel van componenten en data. En dan is natuurlijk heel interessant, gaat zo'n Duto-raamwerk, gaat dat dan ook werken? Dat was een heel interessante casus wat dat betreft. Waar wij nu mee begonnen zijn, want we gaan die hele vervanging van e-suite, Podium D heet dat. Dat gaan we als geheel gaan we toetsen en meedoen bij de input leveren bij de bouw. Waar we mee begonnen zijn is de zogenaamde archiefbeheercomponent. En dat is het componentje wat regie voert over de vernietiging van informatie. En dan moet je even weten hoe dat in elkaar zit, want we hebben dus nogmaals niet een applicatie waar dataprocessen bij elkaar zitten. Nee, volgens het Common Ground concept zijn die losgeknipt. We hebben bij Dimpact, in het kader van Podium D, wordt er in de interactielaag en de proceslaag wordt er een zaakafhandelcomponent gemaakt. Daar zitten geen data in, dat is alleen maar proces en schermen. En die zaakafhandelcomponent deponeert en vraagt zijn documenten en zijn data van een andere component waar wel data in zit en dat heet openzaak. De VNG-mensen, de gemeentemensen zullen dat ongetwijfeld kennen. Nou, in die openzaak, we gaan nog even terug, in die openzaak zitten dus de zaken die op een gegeven moment verlopen zijn, bewaartermijn is verlopen. Dan trekt de archiefbeheercomponent aan de bel, die signaleert dat, ook die slaat dus helemaal niets op. En die begeleidt vervolgens het proces van stap voor stap toewerken naar daadwerkelijke vernietiging. En dat is eigenlijk wat die doet. Het is in feite een workflow. Nou, hoe ziet zo'n open zaak er dan uit onder de motorkap? We kregen net de vraag, ja, werkt het ook voor data? Duto-raamwerken, ja, het werkt ook voor data. Want in open zaak zitten de zaakgegevens, dat zijn data, die zie je in die onderste blauwe balk. Daar zitten ook de documenten in, daar zitten besluiten in. Ook autorisaties worden erin geregeld. Er is zelfs een open objectregistratiecomponent, die staat hier nog niet, want dat is een verdere doorontwikkeling met data. Dus dat is even een doorkijkje hoe openzaak erin zit, eruit ziet, waar die informatie in zit. Dan halen we even Duto erbij.
het feit dat processen, schermen, interactie en data en documenten losgeknipt zijn van elkaar in meerdere lagen. Dat is dus interessant. Van kunnen we daar Duto ook voor gebruiken? Ja, dat kunnen we heel goed. Want Duto ondersteunt als het ware of herkent meerdere implementatiepatronen, architectuurpatronen. En deze aanpak, de Common Ground aanpak, past bij het implementatiepatroon 2. Namelijk de Duto-functie vernietigen wordt als een service uitgevoerd door een aparte component. Niet eens zozeer een applicatie, maar zeg maar een component binnen het Common Ground landschap. En die zie je dus rechts, Duto-applicatie, Duto-functie, archiefbeheercomponent, zorgt voor de regie op de vernietiging. Middels API's, links daarvan, de standaard ZGW-API's, wordt in de vakapplicatie tussen aanhalingstekens, wat ook een component is waar geen data in zit, namelijk de zaakafvalcomponent en de open zaak waar de data wel in zitten, wordt dus de vernietiging geregistreerd van wat daarin zit. En dat werkt dus perfect. Deze plaat die je hier ziet, is dus een plaat uit het Duto-raamwerk. Die konden we zo plotten op hoe Common Ground en hoe Podium D gaan werken. En dan gaan we verder naar de volgende. Precies. Hoe hebben we het dan gebruikt? Wij zijn de werkgroep informatiebeheer van Dimpact, waar collega's uit Deventer, Emmen, Enschede, Groningen, Rotterdam en Zwolle in een werkgroep zitten en actief input leveren aan Dimpact en aan de bouwer van deze archiefbeheercomponent. En dat is Macon Media. Een van onze gesprekspartners naast de product owner is de architect Wiebe Kortenbach, de architect van Dimpact, die ons gevraagd heeft van lever mij nou normen aan, criteria, een kader aan, waarmee ik die ik kan meegeven bij de bouw, in mijn project startarchitectuur, als kaders om de bouw aan te toetsen, de software die gebouwd wordt aan te toetsen. En zorg ook dat als het dan klaar is, dat ik dan aan die set van eisen weer kan afmeten wat er gebouwd is en dat weer kan verbeteren. En dat konden we dus heel goed met het Duto-raamwerk. We hebben dat gebruikt, de functies, de processen en de functies van die in het Duto-raamwerk zijn vervat in het ontwerpstelsel, hebben we gebruikt om epics te formuleren. Epics zijn zeg maar onderdelen van wat je gaat bouwen op een wat hoger niveau, waaronder vervolgens user stories vallen. En die op epic niveau hebben we dus acceptatiecriteria ontleend aan Duto voor de bouw en de toetsing tijdens de bouw. Je ziet hier ook een schemaatje van hoe dat dan werkt. Epic, user story, daaronder de taakjes voor de ontwikkelaars, de developers. Jeroen, dat is een vraag aan de chat. Ja. De user stories, in welke mate zijn die ook beschikbaar voor andere gemeentes? Nou, ik zou zeggen, sluit je aan bij Dimpact. Nee hoor, grapje. Dat weet ik niet, daar kan ik niet over beschikken. Want ik ben natuurlijk ook maar werkgroeplid. Dus ik kan dat wel even terugkoppelen. Wat we kunnen doen als Dimpact voor andere gemeentes. Behalve dat we vragen of ze ook lid worden. Ja, ik kan me voorstellen, de user story is natuurlijk ook wel helpen om andere gemeentes over na te denken. Zeker. Okay, waar hebben we het dan exact over? En wat betekent het mogelijkwijs wat we willen vragen aan de inrichting van bepaalde applicaties? Ja, zeker. Ik kan me zo voorstellen dat ze op GitHub komen. En dat is dus een openbare open source platform waar user stories die je maar wil kun je opzoeken. Die archiefbeheercomponent heeft al bestaan in een vorm die Utrecht en Delft en ik meen ook Tilburg ontwikkeld hebben. En die user stories staan al op GitHub. Maar ik ga even vragen of we die ook, zeg maar de doorontwikkeling die we nu aan het doen zijn, of we die ook kunnen delen via GitHub. En dan komt er inderdaad een link. Jeroen, nog één vraag uit de chat voordat we verder gaan. Een vraag van Martin. Die zegt van, naast de Duto-functie vernietigen, is er ook een Duto-functie overbrengen. Al dan niet, is maar even eventueel naar een e-depot. Of valt het onder het proces migratie? Valt inderdaad onder het proces migratie. Dat overbrengen valt ook in de scope
in de roadmap van die archiveercomponent. Dat is niet het eerste waar we mee aan de slag gaan, maar die gaan we zeker ook daarin onderbrengen. En het valt inderdaad onder migreren. Helder, dank je. Hier zie je die cyclus van zoals we Duto, de Duto-eisen, functies en processen hebben gebruikt. De epics die we hebben geformuleerd op basis van het Duto-raamwerk, dat noemen we de bestelbon. Zo van, nou beste ontwikkelaars, dit willen wij dat jullie maken en het moet aan deze eisen voldoen. Als er een eerste versie komt, zeg maar een MVP, Minimal Viable Product, hebben we als het ware een kassabon. En leggen we die twee naast elkaar, hebben we gekregen wat we zochten, hebben we nog voortschrijdende inzichten. En dan gaan we bij de volgende iteratie, gaan we weer die epics weer aanscherpen, nog weer verbeteren. Dat is eigenlijk het hele principe. Vroeger maakte je proces, project, startarchitectuur en een project, eindarchitectuur. En dat was het dan. Nu is het eigenlijk een doorgaande cyclus. En nou, het Duto-raamwerk leent zich daar heel goed voor. Nou, hoe hebben we dat dan verwerkt? Dit is een fragment uit productstartarchitectuur van de archiefbeheercomponent. Wat je daar ziet is de hogere kaders, de archiefwet. Wat betekent dat dan voor podium D? Daar hebben we expliciet opgeschreven van oké, dat betekent dat je het Duto-raamwerk moet gaan toepassen en als kader moet gaan gebruiken voor je ontwerp en als ontwerpstelsel. Daarnaast zijn er een aantal andere criteria. MDTO als metadata norm. De selectielijst van de VNG moet je kunnen toepassen. RGPZ, dat zijn nog meer kaders op het gebied van metadata. Op het gebied van de API's moet het aan de ZGW standaard voldoen. Dus dat, daar begint het op het hoogste niveau, de kaders. Overigens valt dit allemaal weer onder het kader compliance. Zoals security, privacy ook. Er zijn andere, misschien nog wel belangrijkere kaders die komen uit dienstverleningsprincipes. Werkt het ook voor de dienstverlening? Want Podium D is een dienstverleningsinstrument, zoals zaaksystemen dat in principe ook zouden moeten zijn. Dus ook daar komen eisen vandaan. Wij zitten in het vakje compliance, zal ik maar zeggen. En hier zie je nog verder geconcretiseerd. Wij gaan op een gegeven moment ook doorontwikkelen om te kijken of het ook preserveringsfunctionaliteit ooit gaat krijgen. Dat duurt nog wel even. Dus daarvoor zouden we dan op dat moment het kader OIS gaan raadplegen, gaan gebruiken. Maar voor nu hebben we voldoende aan Duto, omdat het zowel NEN ISO 16175 dekt en het zo net ook genoemde 15489 en nog ook 23081 enzovoort dekt het ook. Dat zijn onze zeg maar standaarden, kaders in de zin van standaarden. Nou, hoe past dan wat we gaan maken in het kader van die archiefbeheercomponent, welke functies processen hebben we dan nodig? Nou, we hebben dan het proces vernietigen van overheidsinformatie. In het rode kader hebben we daarvoor uit de kast gepakt, uit het Duto-raamwerk. Proces dus vernietigen. Wat voor functies vallen daar dan onder? Nou, dat is dus dit rijtje. We hebben nodig toegangsbeheer, daar zit een set van eisen aan. Metagegevensbeheer, validatie, zoeken, vernietiging, verantwoording. Dat zijn de processen waar we vervolgens onze epics op hebben gebaseerd. En waar we vervolgens onze eisen ook acceptatiecriteria aan hebben opgehangen. Ik ga bij de volgende dia, zie je hem nog wat meer uitgewerkt. Hier heb je dat rijtje weer rechts. Dit is het hele proces vernietigen. Zo zie je dus dat Duto niet alleen maar eisen aan systemen stelt. Maar al die vlakjes in die andere kleuren zijn ook gewoon procesgegevens. Randvoorwaarden die je nodig hebt, zoals een selectielijst. Wij hebben ons niet op die randvoorwaarden en die maatregelen geconcentreerd die je vooral links ziet. Dat moet iedere gemeente zelf doen op het moment dat die archiefbeheercomponent en Podium D gaat implementeren. Dus gebruik dan ook Duto. Maar voor het ontwerp, voor de bouw, hebben we ons gefocust op het rechtervlakje.
en daar onze epics op gebaseerd. Dan komt er nog een uitvergroting daarvan. Nou, hier zie je ze nog even wat beter. En die hebben we vertaald in het volgende plaatje. In de project Product Start Architectuur. En dan zie je dat we een truc hebben toegepast op Duto. We hebben namelijk het stukje metagegevensbeheer hebben we ondergebracht in een vlakje, eigenlijk een proces inricht en beheren van informatieobjecten. Dat doe je bijvoorbeeld in schermen die een functioneel beheerder gebruikt, in een zaaktypecatalogus onderdeel, die zit in OpenZaak. En dat geldt ook voor toegangsbeheer, toekennen van autorisaties. Die hebben we apart gezet. Je zou bijna een extra tutorproces kunnen noemen. En dat is namelijk het inrichten en beheren van informatieobjecten. De meer primaire functies die je nodig hebt bij het feitelijk vernietigen, die hebben we zelf op volgorde gezet, geplukt uit het Duto-raamwerk, uit de functies Duto-raamwerk. Eentje hebben we, die zouden we eigenlijk zoeken nu moeten noemen, maar in de vorige versie hadden we nog een discussie van zullen we die niet selecteren noemen in de eerdere versie van Duto. Maar die heet dus nu zoeken. Maar dat is wel het eerste wat je doet. Samenstellen van een lijst waarvan de zaken, waarvan de bewaartermijn is verlopen. Die pak je eruit. Die ga je vervolgens valideren. Laten toetsen door de business, eventueel door je archivaris, gemeentearchivaris. Dat noemen we de functie validatie. Konden we zo uit Duto halen. Dat is ook een brok software wat we gaan maken. Dat is ook een epic die we daarmee benoemd hebben. Dan, na toetsing, komt de feitelijke verwijdering. Ook weer een epic die we rechtstreeks aan Duto ontleend hebben. De eisen hebben we daarvan overgenomen. Als vervolgens daadwerkelijk verwijderen heeft plaatsgevonden, dan komt verantwoorden, namelijk een verklaring maken, een specificatie van wat heb je eigenlijk vernietigd, zodat je dat later nog kan verantwoorden. Dus perfect ontleend uit Duto, uit het Duto-raamwerk. Je ziet hier dus nog meer Duto-processen registreren. Daar gaan we nog mee aan de slag om de voorkant van Podium D te toetsen en de bouw aan te passen. Wat er inmiddels gebouwd is, nog verder door te ontwikkelen. Dus dat zit hem aan de kant van de zaakafhandelcomponent. Daar wordt de informatie gecreëerd en geregistreerd. Je ziet het bewaren. Daar gaan we nog mee aan de slag, ter beschikking stellen. En het migreren. Dat komt nog in een latere versie. En dat gaat dan inderdaad met name overbrengen naar een e-depo bijvoorbeeld. Helder. Dus zo doen we dat. Ja, Jeroen, er zijn een paar vragen in de chat. Ja. Een van die vragen van Tom. En de vraag van Jeroen, gebruiken jullie het Duto-raamwerk alleen voor inrichting van jullie informatiehuishouding? Of ook voor de controle van reeds gebruikte applicaties? Ook. Ja, in het geval van DIMPAC doen we beide. In het geval van Podium D. Want de zaakafvalcomponent is in feite al gebouwd. Dus die gaan we toetsen als die archiveercomponent ook klaar is. Van voldoet het met name aan de eisen die je rondom registreren ziet en ook ter beschikking stellen overigens. Dus dat doen we. Dus dat is zeker bruikbaar voor iets wat al gebouwd is, waarvan we verwachten dat het een volgende verbeterde versie gaat krijgen. Maar een archiefinspectie zou het net zo goed kunnen gebruiken of een kwaliteitsmonitor functionaris. Ja. Hey, nou je toch al zegt al de archiefinspectie, dit is een andere vraag die meer gaat over het archief. Iemand vraagt ook al, hoe richten jullie het over te brengen deel van het archief in? Dus in welke mate gebruik je daarbij Duto dan specifiek? Dan moet van de overdracht in jullie geval naar het stadsarchief. Een volgende functie die we gaan bouwen, laten bouwen, is dus het overbrengen. Functionaliteit om een export te maken die vervolgens door de EDIPO kan worden geïmporteerd. Dus daar gaan we dit zeker gaan gebruiken. En dus dat wordt dus het blokje, het proces migreren, wat gaan we daar vooral gebruiken. Overigens, het EDIPO zelf zou je misschien ook hiermee kunnen toetsen. Waarom niet? Maar dat is niet wat we nu aan het doen zijn. Helder, dank je. Goed, dus zo, hier zie je dus hoe die epics zijn opgebouwd. Hier zie je nog even een andere view. Je ziet hier weer in de bovenste rij het inrichten en beheren van informatieobjecten. Daar hebben we de
functies, metadata, metagegevensbeheer en onderbracht en toegangsbeheer. En in het daadwerkelijk vernietigen zie je dus het mooie rijtje selecteren, lees, zoeken, validatie, verwijderen, verwijdering en verantwoording. Die functies hebben we gebruikt. En hier zie je het meerlagen model, vijflagen model van Common Ground weer, hoe het allemaal met elkaar samenhangt. En dan kunnen we door naar het volgende plaatje. Nou, hier zie je een aantal voorbeelden van die epics. Begin bij het eerste epic binnen de proces vernietigen. En dat is metagegevensbeheer. En hier zie je dus hoe we die omschreven hebben, het metagegevensbeheer. En welke acceptatiecriteria we daaraan hangen. En vervolgens zie je ook in de laatste kolom de user stories. Wij kunnen dan zo doorklikken naar Jira waar die user stories in staan. En op deze manier, als straks de user stories klaar zijn en geaccepteerd moeten worden, grijpen we terug naar dit lijstje. Er zijn er nog een paar meer. We kunnen even rustig door dat rijtje heen bladeren. Je ziet hier toegangsbeheer. Dat zit ook in de kant van configureren, beheren. Je ziet ook het vernietigen zelf is ook een lijstje. We hebben dit overigens ingedeeld naar horizontaal naar handelingen. Alles wat er in laag 5 en 4 gebeurt. De API, de API's, daar kunnen we eisen aan stellen. En in de onderste lijn, die zie je hier ook terugkomen, 5.5.r. Wat verandert er dan in de data? En zo hebben we de boel dus aan ieder stukje wat er gebouwd wordt. Hier zie je ook het stukje verantwoording. Moet er iets gebeuren? Moet er iets gebouwd worden? En zie je hier een voorbeeld van welke user stories we daar aan gehangen hebben. Die we straks dus kunnen controleren aan de hand van de acceptatiecriteria. Zo zit dat nou. We zitten nu in de fase dat we ook daadwerkelijk aan de sprints zijn begonnen van de archiveercomponent met de leverancier samen. We zitten nu in de zogenaamde design sprints. Als we dan klaar zijn, als we inderdaad een minimal viable product hebben, iets wat op de markt kan, wat we kunnen gebruiken als DIMPACT gemeentes, wat gaan we dan verder doen? Dan gaan we uiteraard ook nadat we wat gebruikerservaring hebben gedaan, gaan we verbeteringen toevoegen. Aanbrengen in, nou ja, de component zelf, de ABC. Maar we gaan hem ook verrijken, uitbreiden met wat ik al zei, overbrenging. Dat is eigenlijk de eerstvolgende stap die we willen nemen. En kwaliteitscontrole van zijn zaken, zijn dossiers compleet, zijn zaken goed ingedeeld naar de juiste zaaktype. Ook daar willen we de ABC voor gaan gebruiken, voor je kwaliteitsmonitoring. Verder willen we ook de scope uitbreiden naar data. Eigenlijk nemen we al data mee in de zin van zaakdata, zaakgegevens. Maar we willen ook objecten, zaakobjecten, zoals data over de WIPKIP, over een vergunning, over een bouwwerk, over een profiel van een werkzoekende of iemand die waarvoor zorg, een gezin waarvoor zorg in het kader van de WMO wordt geregeld. Ook dat willen we meenemen in het regime van de archiefbeheercomponent. Dus ook die binnen het vernietigings- en overbrengingsregime meenemen. Dat kan nu nog niet. Dat zal zeker ook aanpassingen in de standaarden, in de API-standaarden ook gaan vragen. Maar zo werken we ook samen met de VNG. Wij bij DIMPACT bedenken dingen, bouwen dingen en lopen tegen beperkingen van standaarden aan. En dienen die dan vervolgens ook in bij de VNG om die API-standaarden vervolgens door te ontwikkelen. Dus dat gaan we zeker tegenkomen. Wat we ook als volgende stap gaan doen is dus, wat ik al eerder aangaf, het toetsen van componenten die al gebouwd zijn. Namelijk de zaakafhandelcomponent, waar alles gecreëerd wordt, waar de informatie gecreëerd wordt aan de voorkant. Die gaan we toetsen aan de hand van metadata-standaarden en de DUTO-eisen. En dat is dus in laag 4 en 5. En daar liften we dus mee op een volgende doorontwikkeling van die zaakafhandelcomponent. Dan hebben we meer een toetsende rol. Ja, dus dat zijn de vervolgstappen. Nou, wat zijn dus de eerste ervaringen op dit moment? Wat heel mooi was om te merken is dat de architect
in dit geval Wiebe, maar ook andere architecten die we tegen in Rotterdam ook spreken, herkennen dit, dit tutorraamwerk van processen en functies, de Archimedeplaten die daarin zitten. Dat bevordert dus de samenwerking enorm en de communicatie enorm. De taal die gebruikt wordt, Archimed, wordt goed herkend. Het is gewoon een gemeenschappelijke taal. Wat ook heel fijn is, is dat het dus toepasbaar is voor in principe elk inrichtingspatroon dat je tegenkomt waar je input op zou moeten leveren als adviseur informatiebeheer. Vroeger past het vooral toe op een DMS of een zaaksysteem waar data, processen en interactie in één silo zaten, in één pakket. Maar hier kunnen we het dus ook toepassen op een heel complex iets als Common Ground. Het vijflagen systeem, het vijflagen landschap. En wat we ook een hele mooie brainwave vonden van Duto, is dat processen en functies onderscheiden zijn. En ISO 1675 pakt dat nog in één. Je noemt het allemaal processen eigenlijk. Maar het is heel fijn dat we die dingen ook los van elkaar kunnen trekken. Want in het proces vernietiging heb je een functievalidatie nodig of een functie metagegevensbeheer. Die heb je ook nodig in een ander proces als migratie bijvoorbeeld. En kun je op die manier uniform hergebruiken. Dat vinden we echt heel fijn. We hebben ook nog wel wat verbetersuggesties. Maar dat wisten we al dat die zouden komen in de praktijk. We denken dat een proces als inrichten zeker meerwaarde zou kunnen bieden. Maar dat is wat wij zeggen. We wachten natuurlijk ook ervaringen van andere overheden en andere organisaties af. Dat zou voor ons een hele goede uitbreiding zijn. Stiekem missen we ook nog steeds wel de functie selecteren in plaats van zoeken. Als een rechtgeaarde archivaris denk ik, als we nou helemaal geen functie selecteren hebben, vind ik toch wel jammer. En dat is eigenlijk wel precies wat we doen om een lijst samen te stellen van alles waarvan de bewaartermijn verlopen is. Als dat geen selecteren is, dan weet ik het niet meer. Dus dat heet dus nu zoeken. Ja, dat is het ook wel. Maar diep in mijn hart denk ik, waarom niet gewoon selecteren? Maar dat zijn echt minor dingen. We zullen ongetwijfeld al werken er nog meer van die dingen tegenkomen. Nou, die brengen we dan weer in voor een volgende versie. En in de tussentijd zou ik ook iedereen willen aanraden. Ga dit gebruiken. Ga aan de slag. Ga ermee stoeien, knutselen. Ga ook gewoon ook die andere functies van het tutorraamwerk. Dus niet alleen voor het inrichten van systemen. Maar ook voor argumenten te verzamelen. Voor waarom doen we dit nu eigenlijk. Of voor kwaliteits- of voor inrichten van maatregelen. Ga ook die andere dingen gebruiken. Er zijn al kopgroepen, heb ik begrepen, van Vincent. Die met al die drie aspecten aan de slag gaan. Dus we zijn ook heel benieuwd naar wat die allemaal aan bevindingen gaan krijgen. Nou, dat was het eigenlijk. Dank Jeroen. Mooi verhaal. En laat ook al meteen zien hoe complex het toch wel is om Duto te implementeren in je organisatie. Ja. Er zijn al een paar vragen, onder andere ook voor jou, maar ook daar nog voor Vincent. Een van die vragen is van Mark, Jeroen. Het vernietigen, is dat zuiver een podium D of is het ook federatief? Het is, podium D is federatief, dus daarmee is het ook federatief. Misschien voor degene die niet weet wat dat betekent, wat betekent federatief? Ja, federatief betekent dat je één centrale regieapplicatie hebt die in meerdere applicaties waar data zitten, de vernietiging kan triggeren en kan beheersen en kan ondersteunen. Het werkt nu alleen in het common ground landschap. He, wat je natuurlijk eigenlijk zou willen is dat het ook in de legacy applicaties die niet volgen aan die standaarden van Common Ground voldoen, dat het ook daar de regie kan voeren op vernietiging, een opdracht kan sturen naar je, weet ik veel, je Gitso applicatie of je Centric applicatie van, hey, ga deze zaken vernietigen. Dat zou in principe kunnen. Haal die data op, laat ze zien, toetsen en ga vervolgens de vernietigingsopdracht aan je Centric of je Pink of je wat voor applicatie ga die ook sturen. Dat zou kunnen mits die leveranciers hun data ook openstellen voor die ZGW-API's. Op dit moment is dat denk ik nog maar heel beperkt nodig. Maar ik vind dat de bal bij deze leveranciers dan ligt. Maak het Common Ground proof en dan ZGW-API proof. En dan zijn we een heel eind verder.
En dan kan je ook natuurlijk als gemeente natuurlijk ook op sturen als opdrachtgever. En als klant van die leveranciers. Ja. Jeroen, nog een andere vraag voor jou. Van Martin. Zou het overbrengen zonder migratie überhaupt binnen de Common Ground component de gedachte adversiteiten kunnen worden opgelost? Wij zijn daar stiekem wel over aan het nadenken. Dat betekent dus dat we aan de kant van het beschikbaar stellen iets moeten doen. Wat je ook in het kader van de open overheid moet doen. Daar wordt al hard door gewerkt, aan gewerkt. Onder andere mijn collega Marco Klerks. Ook in het impact verband. Dus die beschikbaarstellingskant zou je dan moeten maken. Nou, dat kan in principe. En de preserveringskant moet je zien te ondersteunen. Moet je ook maken. Ook daar zijn we over aan het nadenken. Om preservering toe te passen in open zaak. In die registers in laag 1. Omdat daar die bitpreservering ook toe te passen. Het kan, maar we zijn zover nog niet. Ons project heet Beyond 23. We hebben al stiekem gezegd, nou laten we dat Beyond 27 noemen. Nou, hopelijk gaat het toch net wel wat sneller. Ja. Maar goed, nog een paar vragen van Vincent. Dan hebben we nog een paar minuten tijd. Vincent, een vraag van iemand die vraagt. God, was de relatie van het Duto-raamwerk met Kilo Light? Zijn praktische hulpmiddelen allebei, maar waar zit het verschil? Kido is voor de decentrale overheden. Het Duto-raamwerk is een generiek hulpmiddel dat voor de gehele overheid bedoeld is. Waar precies de verschillen zitten, misschien weet Jeroen het, dat hij het helderder heeft. En dan heb ik het natuurlijk over Jeroen van Os. Ik zelf heb op dit moment dat antwoord niet paraat. Dus ik hoop dat ik daar op een later moment met deze vraagsteller in contact kan komen. Want ik weet dat nu niet 100% zeker. En ik wil ook liever niks gaan vertellen waar ik geen zekerheid bij heb. Helder, laat dan gewoon later op een later moment terugkomen. Een andere vraag nog, Vincent. Er is enorme behoefte aan praktische middelen. Degene die de vraag stelt zei van de Duto is eigenlijk voor kleine organisaties gewoonweg te veel. Vooral geschreven voor het Rijk. Zowel een VNG, maar ook daarna kun je daar niks aan doen. Dus kun je van een handig lijstje maken of een factsheet of iets dergelijks. In welke mate zit dat ook bij jullie in de planning? Het Duto-raamwerk is niet alleen geschreven voor het Rijk. Het is ook, en ook met actieve deelname van mensen die in gemeenteland of bij andere decentrale overheden actief zijn, is dat ontwikkeld. En Jeroen van Os is daar een voorbeeld van. Dat neemt niet weg dat het inderdaad, ja, ik herken het beeld wel, dat het voor kleinere organisaties toch wel een hele plus is. We bieden praktische ondersteuning en we werken ook aan tools om het toch wat toegankelijker te maken. We hebben een aantal downloads beschikbaar en ja, daar blijven we aan werken. Dus ik zou zeggen, ga er toch mee aan de slag en laat ons ook weten van waar ligt je behoefte nou eigenlijk en wat is nou concreet een vorm om dit proces toegankelijker te maken. Ik wou er nog wel wat aan toevoegen als gemeente, want in Dimpact zijn natuurlijk ook hele kleine gemeentes aangesloten en die profiteren even tussen aanhalingstekens, van de kennis die bij de middelgrote en wat grotere gemeenten zijn die in deze werkgroep zitten. Dus samenwerken is wel een antwoord. Want je komt er sowieso niet met een checklistje. Dus ga het niet oplossen met een makkelijk checklistje, want dat gaat je niet helpen. Maar zoek de samenwerking en bundeling van deskundigheid. Ja, volgens mij is dat wel een mooi slot van vandaag. Want ook vanmorgen bij een webinar over Digital Decade werd ook aangegeven door de CIO van de gemeente Eindhoven dat daar waar je uiteindelijk samen dingen oppakken, moet je gaan samenwerken. En kan je het ook als grotere of middelgrote gemeente ook niet meer alleen laten staan als wat kleinere gemeentes. Zeker. Er zijn nog een paar vragen, maar die zullen we straks in de chat nog beantwoorden. Gezien het tijdstip gaan we nu afronden. Zonder nog erop te wijzen dat jullie alle webinars en de presentaties terug kunnen vinden op kia.pleio.nl. Zowel de sessies van afgelopen week, maar ook van eerdere weken kan je daarop terugvinden. Mocht je eventueel wel discussiëren of mocht je eventueel zelf voorbeelden actief willen uitventen met andere gemeentes toe en gemeenschappelijke regelingen, meld je aan voor het forum van de VNG. Er zijn meerdere groepen interessant en onder andere ook vanuit Grip op Informatie. Een tip om even te gebruiken is de kennisbank van Grip Informatie. Is openbaar toegankelijk op vng.nl. Daar zitten nu, zoals je ziet, 85 documenten, handreikingen in.
En andere praktische hulpmiddelen die je kunnen helpen om je informatiehouding op orde te brengen of op orde te houden. En voor in de agenda, de 10e week van Grip op Informatie staat gepland van 7 tot en met 14 november aanstaande. Daarbij gaan we starten en eindigen met een fysiek moment. 7 november is het VNG uitvoeringscongres in Nieuwegein. Daar zullen we ook als programma Grip op Informatie aanwezig zijn en zullen een aantal presentaties verzorgen. En 14 november sluiten we af samen met de gemeente Rotterdam, waarbij we in het Rotterdamse een webinar gaan houden en meerdere sessies gaan houden over de wet open overheid. Voor nu, als je nog eventueel zelf een keer een verhaal wil vertellen, of zelf bijvoorbeeld een presentatie wil geven, of eventueel zelfs in een podcast wil deelnemen, meld je aan op gripopinformatie@vng.nl. In de loop van vanmiddag wordt ook nog de evaluatie toegestuurd. Het verzoek is om deze in te vullen, zodat we ook ervan kunnen leren en volgende keer nog beter webinar kunnen verzorgen. En voor nu heel erg dankjewel voor het kijken. Een hele fijne dag. Misschien tot straks bij het Nationaal Archief bij Open Donderdag. En anders graag tot de volgende keer. Groetjes.